Het valt in de portefeuille van de staatssecretaris en dat betreft de Indische kwestie. De backpay. Deze blijft een hele pijnlijke bladzijde in onze geschiedenis. En ik wou de staatssecretaris vragen of het niet mogelijk is om dat onrecht uit het verleden toch enigszins verder te herstellen door alsnog een tegemoetkoming te geven aan de op 15 augustus 2015 nog levende weduwe van ambtenaren of militairen die ten tijde van de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch gouvernement en over de periode van de Japanse bezetting geen of niet een volledig salaris hebben uitbetaald gekregen. En ik heb daarover een motie in tweede termijn. De spreker zei net iets over een motie die wellicht morgen ging indienen ten aanzien van Indonesië, Indië en dat soort dingen. Ik vind dat een beetje duister, dus ik wilde graag weten, wat bedoelt u daar precies mee? Wat gaat u morgen indienen? Waar kunnen we vast rekening mee houden? De heer Van Gent. Het is zo dat... Van Gerven. Van Gerven, ja. Inneke van Gent. Ja, Van Gent die doet de Indische kwestie voor de VVD. Dus in die zin... brein werkt. Maar goed. Kijk, iedereen weet dat die Indische kwestie, die backpay, dat toch zwaar op de maag ligt. Ook, ik denk, van de hele Kamer. Welke positie iedereen ook heeft ingenomen. En ik vind dat, ik kijk ook naar wat mogelijk is, dat wij hebben toen de nabestaanden of de mensen die het betrof, dat was een kleine groep, zo'n 600, die hebben tegemoet gekomen. Maar de weduwe niet. Dat heb ik toen ook voorgesteld in het debat, maar dat is toen weggestemd door een Kamermeerderheid. Maar ik wou dat voorstel opnieuw doen en ook mede namens de heer Kerstens, waarin we beide gezamenlijk zijn opgetrokken. Dus dat is wat u morgen kunt verwachten. Dank u wel, meneer Van Gerven.